Hier een kleinkie. Ja, dat is een patroon hier, zo. Zie je dat? Een klein steen nog. Wil ik hem skip? Ja, alsjeblieft. Wacht, een klein echte. Nou, de swingen kom. Dat is ook niet zo klein. Ja, laat mij nog maar beter voelen net daar aan die vis dan. Ja, hij is ook niet zo klein. Kom niet zo. Oké. Ik heb besluit om die Guggen Clutch op te zetten. Net zo'n beetje variatie, net om te kijken, want die water is nou redelijk stil, als je maar wind nie. Net om te kijken of ik die vis een beetje kan wakker maken. En ik heb een verloor, nou, wat hem gegooid het, wat ook een kleiner vis was. En hierin is ook, dat ik hem net gelos maak, voor ons een stuk vislijn in de tang moet uithaal. Ek hoek in my vinger kry. Als hy soos ek gesê het, hier is een kleiner bass by Bivaan. Hy is miskien 1 kilogram. En ek het hom op hierdie Blue Chrome Guggen Clutch gegooi. Seker die meest populaire kleur vir enige lipless crankbait. En hoor net die ongelooflike rattles wat hy het. En ja, daar is die bewys hulle werk. Weet je, moet ze zien hier dat hij niet nog over. Snaaks bekleed. Snaaks ek gaan, ek nog eens een baboer. Snaaks een baboer, daar hoor. Nog niet de ijspies hier tegenkom nie hoor. Lijkt voor mij baie soos een bes. Dat is maar een kleiner visie weer. Weet je? Hij is niet zo klein. Nee, hij kan... Hij kan zijn job doen als het moet. Hij is een paar punten. Petitie hoor. Oké. Dat is een mooie Marius. Sê, ek het graag een Guggen Clutch neergesit, want ek is nie by vir klein vis vang nie. Sit ek gauw weer die wit caffeine shad op en kyk hy vet hier nie. Kyk hy pens dan. Ja, dit is dik hoor. Kyk hy vet pens. Ja, dit is dik. Baie, baie mooi. Ek gaan al gauw een weegie gee. Want hierdie pens hier kan ons dalk net verbaas. Niet te verswaai nie. Niet te verswaai nie. Dat is een baie mooi, gezonde bes. Op my caffeine shed, kom ons sit dat terug. Beautiful. Ek wil gauw vir julle net wys en verduidelik hoe riek ek hierdie oukie. Ek het my 12 pond fluorocarbon en wat ek doen is, ek sit hierdie bobberstoppers op. Nou, ek gebruik een klein tangsten gewiggie, so ek is lief om 2 op te sit, anders te partykeer skuif hulle op. Nou wat ek ook doen is, ek sit een glasbead saam op. Nou die glasbead maak die geluid daar. So onder die water maak hy heel tyd so. En dan het ek die 3 ouwe mustard hoek opgesit, en dan die 5 duim caffeine shad van Striking. Rede hoekom ek die peg opsit, of die rubberstopper, ek wil nie die sinker moet hier so vrylik gly nie. En wat gaan gebeur is, as jy hom nou ingooi in die kan, dan gaan die sinkerkie heel waarskynlik iewers achter een klip vast sit en die wurm gaan hier achter sit. En jy sit net baie minder vast as jy hom so peg in hierdie type structuur. As jy bykie meer oper water hengel, minder structuur, dan sal ek die bobberstoppers afhaal, dat die sinker kan op sy eie afgaan en dan kom my wurm stadig achterna. So dit is maar nie die rede hoekom ek kom so vast daar, maar dit is ook baie belangrik, baie ouwens peg om teen aan teen aan teen aan, soos dit, want jy glad nie meer die geluid nie, dan verloor jy die hele effect, so jy vat hom net so klein, so 0.5 cm voor, en dan het jy die beweging vir die klank, so net ietsie om te onthou, miskien een tip, wat ook net die verskil op die dag kan maak, op 'n moeilike dag.